Rotterdam vierde afgelopen jaar 75 jaar wederopbouw. Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd in die 75 jaar? En is die stad nu eindelijk af of gaan we gewoon door? Veel mensen denken dat het Rotterdam van na het bombardement een volstrekt nieuw Rotterdam is. Dat na de verwoesting van het hart en de wederopbouw die daarop volgde, het idee van een totaal nieuwe stad is ontstaan. Maar dat is dus niet zo. De kiem van die nieuwe moderne stad werd namelijk al veel eerder gelegd. Eigenlijk al halverwege de 19e eeuw. Want sinds die tijd werden wij Rotterdammers betoverd door de technische mogelijkheden van onze, zoals ik dat graag noem, transitopolis. Oftewel, de stad waar de economische belangen van de haven, zowel het culturele, politieke als maatschappelijk leven domineerden. Simpel gezegd, goederen uit de hele wereld kwamen naar Rotterdam om hier, soms na verwerking, te worden doorgevoerd naar het Europese achterland. Meestal is dat Duitsland. We waren en zijn nog steeds het belangrijkste knooppunt van transitogoederen. Vandaar transitopolis. En die rol voor deze stad leidde tot een sterk vooruitgangsgeloof. Het idee dat de nieuwe stad zou leiden tot een betere toekomst. En daarom werd het oude Rotterdam al voor de oorlog in rap tempo gemoderniseerd. Hi, Michelle. Zowel de haven als de stad werd aangepakt. Rotterdam wordt in die hele periode in het interbellum getekend door een heel sterk vooruitgangsdenken. Waarbij eigenlijk die oude stad het liefst plaats moest maken voor iets heel nieuws. Rotterdam moest op Amerikaanse leest geschoeid worden. Een stad die modern was, ingericht op de toekomst. Dus op alle vlakken van de stad bestond er een afkeuring van hoe het was en een verlangen om te komen tot iets nieuws. Maar om die nieuwe stad te kunnen bouwen, moest die oude stad wel plaatsmaken. En die boodschap die moest verkondigd worden. Het was een blijde boodschap, een evangelie zeg maar. En daarmee werd het vooruitgangsdenken het evangelie van Rotterdam. Vooroorlogse Rotterdamse vooruitgangsgeloof werd natuurlijk vooral in de haven in praktijk gebracht. Die werd flink uitgebreid. De Rijn, Maas en Waalhaven werden tussen 1887 en 1930 aangelegd. In een periode van amper 45 jaar werd de haven groter dan de stad. Eigenlijk als je terugkijkt in de tijd zie je dat zodra de Nieuwe Waterweg gerealiseerd wordt, maar ook de kanalisering van de Rijn, dat er ondernemers zijn in Rotterdam die de potentie van Rotterdam onderkennen. Als strategische locatie tussen Duitsland en Engeland. En die zien kansen en die interesseren eigenlijk nieuwe economische modellen. Sommigen worden schathemeltje rijk. En dat vooruitgangsdenken, dat geloof in een betere wereld, maar ook in een groeiende economie en een groeiende stad. Het gaat dus veel verder terug. Het geloof in vooruitgang was ook terug te zien in de modernisering van het havenwerk. Om maar één voorbeeld te noemen. De graanelevator. Werden granen voorheen nog met de hand, schep of zakken uit of in schepen geladen? Met de komst van de graanelevator in 1907 ging dat veel sneller en efficiënter.
Mensen waren natuurlijk even bang dat ze hun baan kwijt zouden raken. Maar door deze vooruitgang kwam er meer graanoverslag, meer banen en niet onbelangrijk, ook beter betaald. Maar ook de stad zelf werd al voor de oorlog flink onder handen genomen. Met de komst van de elektrische tram, later de auto en gemotoriseerd vrachtverkeer, nam de druk op de binnenstad toe. Hey Wijnand. Hey. Hallo. Hey. Het is natuurlijk zo dat die oude stad gebreken had. En er waren wel degelijk allerlei prangende kwesties, zou je kunnen zeggen. Het ging natuurlijk ook over heel veel bedrijven die in die binnenstad werkzaam waren. Die overlast zorgden voor geluid, werkplaatsen. Het verkeer was een probleem. En ook het wonen was een probleem. Dat was soms in hele slechte omstandigheden. En het werd vooral benadrukt dat in de nieuwe stad al dat soort zaken opgelost zouden worden. Die vernieuwing van het centrum in Rotterdam die begon eigenlijk al zo rond 1910, 11, omstreeks die tijd. Toen de stad heel erg veranderde van een op water georiënteerde stad naar een op land georiënteerde stad. Dat betekende dus ook dat er wegen moesten komen waar langs de auto's, vrachtauto's gezeten konden rijden. Die waren er niet, dus grachten moesten gedempt worden. Er moest plaatsgemaakt worden voor het nieuwe verkeer. Als je bijvoorbeeld kijkt naar oude beelden van het Hofplein, dat was een chaos. Dat was de belangrijkste toegang tot de stad. En dat stond gewoon vol met alles wat daar doorheen moest. Paard en wagen, auto's, bussen. Er waren ook al in eind jaren 30 een prijsvraag voor een oplossing voor het Hofplein. Waar nou bijna alle architecten uit Rotterdam, maar ook ver daarbuiten, hebben daar aan deelgenomen. Om te zorgen dat een probleem werd opgelost. Er werden dus nieuwe wegen aangelegd, vaarverbindingen gedempt en er kwamen spoorlijnen om en dwars door de stad. Het moderne werd ook in de gebouwen zichtbaar. Rotterdam werd in die periode al de stad van de moderne architectuur. Denk maar eens aan de Bijenkorf van Dudok of de eerste galerijflat ter wereld in de Bergpolder. Of het modernistische voetbalstadion op Zuid. Maar het absolute hoogtepunt van die vooroorlogse periode is natuurlijk de Van Ellefabriek. Toen de modernste en nog steeds de allermooiste fabriek van Europa, vind ik. Deze fabriek was niet alleen architectonisch en technisch vernieuwend, maar ook op het gebied van het welzijn van de arbeiders die hier gingen werken. Waren de 19e-eeuwse slecht geventileerde en donkere fabrieken nog een ware hel? Hier scheen letterlijk het licht. Het licht van de vooruitgang. Natuurlijk gaat het veel te ver om te zeggen dat het Duitse bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 de verkondigers van het vooruitgangsbeloof goed uitkwam. Daarvoor heeft Rotterdam gewoon een te zware tol moeten betalen. Meer dan 800 doden, 80.000 mensen dakloos, een grote economische schade en verlies van het historisch erfgoed. Maar het enthousiasme waarmee de wederopbouw vrijwel direct na de verwoesting ter hand werd genomen, maakt duidelijk dat men nu eindelijk die ideale stad kon bouwen. Wel degelijk dat ze natuurlijk heel snel, 4 dagen na dat bombardement, bij elkaar kwamen en besloten om een plan te maken. Ja, dat waren voornamelijk stedenbouwkundige architecten en de elite. De Club van Rotterdam, gasten achter bij Van Ellen en groot industriële. Niet de bevolking zelf.
toen lag natuurlijk de weg vrij voor een hele nieuwe aanpak van de binnenstad. Waarbij eindelijk niet meer rekening gehouden hoefde te worden met al die pandjes die van verschillende mensen waren. Die onteigend moesten worden of die gekocht moesten worden. Nu was het makkelijk om een tabula rasa te creëren. Waarop in één keer een hele nieuwe stad gebouwd kon worden. Je hebt een wit canvas waar je op kan beginnen, weet je wel. Ik bedoel, dat is een natte droom voor elke stadsbouwer. Een wit canvas dus, een tabula rasa. De mannen van de wederopbouw, zoals Cornelis van Tra, stedenbouwkundige, Kees van de Leeuw, directeur van de Van Ellefabriek, KP van de Mandelen, de machtige voorzitter van de Kamer van Koophandel, wisten wel raad met deze ongekende mogelijkheid. Tijdens de oorlog werd al flink gediscussieerd over de opzet van de nieuwe stad. En al in 1946 was het basisplan voor de wederopbouw van Rotterdam klaar en werd het gepresenteerd. Steden bouwen wij niet voor het levende geslacht, maar voor de geslachten die na ons komen. Het basisplan liet in grote lijnen zien hoe de nieuwe stad zou worden ingevuld. Nou, als je dan kijkt naar dat basisplan, dan eigenlijk het allerbelangrijkste is het een soort zonering van functies. Dus heel duidelijk niet meer alles door elkaar, maar ruimte voor kantoren, ruimte voor aan haven gerelateerde bedrijven, ruimte voor de winkels, ruimte voor cultuur, ruimte voor wonen, weliswaar heel beperkt. Dat was eigenlijk het allerbelangrijkste, dat dat niet over elkaar heen buitelde, maar geconcentreerd in zones bij elkaar. En daartussen zou het verkeer geleid worden over brede boulevards. En er zou echt ruimte voor gemaakt worden. Dus de zonering van functies, dat is eigenlijk het belangrijkste. Voor dat clusteren van functies werd een grof ontwerp van de nieuwe stad gemaakt. En zo kwam men tot de conclusie dat veel van wat nog wel overeind stond, ook nog gesloopt kon worden. Er waren 144 panden binnen de brandgrens waar de bordjes voor stonden. Daar mochten de puinruimers niet aankomen. Die zijn toch allemaal, althans het grootste gedeelte, bijna allemaal om zeep geholpen. Want met opgestroopte mouwen maakten we van het hart van de stad een compleet lege vlakte. Een uitgestrekt braakliggend terrein. En overtuigd van het eigen gelijk en geheel in lijn met de leer van ons Rotterdamse vooruitgangsgeloof, werd het evangelie van de moderne stad aan de man gebracht. Dag meneer Cox. Goedemiddag. Ja, dat was geen stad. Het was geen stad. Wij kwamen uit Zuid met de lijn 3, de bruggen over. En dan had je nog het Witte Huis en daarna had je niks meer. Ik heb me wel eens laten vertellen, je kon vanaf de Maas, vanaf de boompjes, kon je kijken tot waar het Centraal Station gestaan had. Alles was weg. Alles was weg, gebombardeerd, verbrand of uiteindelijk gesloopt, want de wederopbouwers besloten definitief af te rekenen met het verleden. Wat in onze nostalgische momenten geprojecteerd wordt als een prachtige vooroorlogse Hollandse stad, zagen de stedenbouwers van het nieuwe Rotterdam primair als een stad met gebreken. Ze accentueerden daarom de lelijkheid en de onvolkomenheden. Over de vooroorlogse stad werd gesproken als iets larmoyants, als iets waarvan iedereen blij moest zijn dat die verdwenen was. En er was wel een beetje begrip voor nostalgie. Er werd dan gevraagd van Rotterdammer, denkt u nog wel eens aan de vooroorlogse stad? Maar dan toch vooral van, denk je nog wel eens aan die vieze grachten, aan die verkeersopstoppingen, aan de prostitutie ook. En alle nachtleven met al zijn uitwassen. Ik heb er een keer een mooi liedje over geschreven. Ik mis de stad van toen. Want onze ouders die spraken altijd over het Hang en de Hoogstraat en allemaal dingen die wij dus nooit gezien hadden. En die waren er dan vol nostalgie over. Maar Alex de Haas, die natuurlijk, ik weet niet of iemand nog weet wie dat was, maar dat was een Rotterdamse cabaretier. Die heeft toen ooit eens in een boek geschreven, luister eens, de Coolsingel was de mooiste boulevard van het land. Maar voor de rest was het een hoop oude rotzooi. En laten we nou maar blij zijn dat het weg is.
En dus werd het verleden niet als erfgoed van de stad gekoesterd, maar als belemmering gezien voor de vooruitgang. In het boek 10 jaar de wederopbouw uit 1955 kwamen de mannen van de wederopbouw aan het woord. Openlijk kwamen ze vooruit dat het nieuwe Rotterdam bewust ontdaan was van de hang naar het oude Rotterdam. Het was sentimenteel om het verleden te willen koesteren. En diezelfde boodschap zat in de film Houwe Zo. Een film die ook nu nog het gevoel van toen, van de jaren 50, doet herleven. Houwe Zo is een prachtige film, die heeft ook een prijs gewonnen in Cannes. En voor die film. Houwe Zo laat natuurlijk zien dat we doorgaan, weet je wel. Alleen, er zit natuurlijk een soort dubbele, hoe zeg je dat, contradictie in de titel. Houwe Zo is helemaal niet gebeurd. Er is hier helemaal niks Houwe Zo, weet je wel. We hebben helemaal niks herbouwd of... Het is gewoon compleet nieuw, weet je. Dus ik vind Houwe Zo heel erg ironisch. Ja, de titel mag wat misleidend zijn. De film deed zijn werk. Iedereen kon zien hoe goed Rotterdam bezig was. En in die zin was deze film de perfecte propaganda. Zoals er wel meer propagandamiddelen werden ingezet. Ja, ik heb de indruk dat bijvoorbeeld door de dienst stadsontwikkeling, dus de gemeente, werd gepropageerd. Er kwamen natuurlijk ontzettend veel vragen vanuit Nederland, maar vooral ook vanuit het buitenland, van architecten, van opleidingen, van tijdschriften, kranten, die het wonder van wederopbouw wilden bekijken. Als je de opeenvolging ziet van hoe de wederopbouw inspanningen aan de man werden gebracht of aan de bevolking van Rotterdam werden meegedeeld, dan zit daar een heel effectieve soort van marketingcampagne, zou je nu zeggen, achter. Die vooruitgang en die dadendrang en dat opzwepende de karakter ervan en het oproepen van de collectiviteit die stad moest opbrengen met z'n allen, die dat heel effectief brengt en die mythe van Rotterdam als vooruitgangsstad erin ramt. De Rotterdammers moesten eigenlijk meegaan. En volgens mij gingen die Rotterdammers wel mee. Ik denk zelf dat na de Tweede Wereldoorlog en alle ellende in die oorlog, dat mensen vooral bezig waren ook met een eigen wederopbouw van hun inkomen en een gezin en een plek vinden. En dat er weinig weerstand was. Ja, wij geloofden er allemaal erg in dat het iets geweldigs zou worden. En het zat een beetje in ons tegenwoordigheid, dat DNA. Het zat een beetje in ons DNA, dat geloof in een betere toekomst. Het zat dus in het DNA van de Rotterdammers. Maar het is er pas aan het einde van de 19e eeuw ingekomen. Maar het klopt dat het evangelie van het vooruitgangsgeloof al decennia voor de oorlog met succes werd verkondigd. De Rotterdammers waren toen bekeerd en werden nu bevangen door de Heilige Geest van de wederopbouw. Volgende week, het puin is geruimd, de plannen zijn klaar, nu gaan we echt bouwen. Handen uit de mouwen. En dan tonen we iedereen onze stad van de toekomst.